zijn hier, hoe heet dat hier, Gea? Am Jachthaven. In Am Erholungsgebied in Wener. Wener, hè? Dus we hebben één plaatje gefilmd. Maar daar hebben ze namelijk nog een jachthaven. Of een woonmobiel stelplaats. 24 plaats. 24 plaats, kijk. En we zijn lopend, want we staan nog op die andere met ons huisje. Even kijken hoor, we lopen zo voorbij. Hier heb je een restaurant. Havenblik. Daar staat een bordje meulencontainer. En hier heb je de plek, zo te zien. Zie je dat? Daar heb je een bordje met stopcontacten. En daar heb je een bordje zonder stopcontacten. Ja. Zie je dat? Dus er zijn plekken bij, die zijn ook klein, korte trouwens, hè, om zo te zien. Voor kleinere campers die geen stroom nodig hebben. En hier voor iets langere campers, ik zal eens even afpassen hoe lang dit is. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ruim 8 meter is het. Dan heb je de havenmeesters. Oh ja, dat zijn dezelfde havenmeesters als die daar waar wij nou staan. Op de Oude Haven. Aan de Alte Haven. Nou, wat hebben we hier tegenover? Gewoon een weiland. Berkenbomen. Hier komen wel auto's langs en daar heb je een soort camping. Ja, en daar zijn nog camperplaatsen. Hier steeds. Ja. Dus, en aan die kant ook nog. Aan die kant bij het restaurant, zeg maar. Dat heb je ook nog. Nou, wat hebben we hier nog meer? Even kijken of hier ook nog iets is. Want we zagen net bij die andere camperplaats, bij Oude Haven, zagen wij een camper rijden. En dat hebben jullie ook gezien. En die reed weer weg. Maar waarschijnlijk heeft hij hier gestaan en dat hij eventjes het water kwijt moest. He, dat je dat dus daar moet doen, je vuil water. Want ik zie hier niks. Gea wijst. Wat is dat? Aha. Ja, nou, dan heeft hij hier ook niet gestaan. Daar waren mensen op doorreis, denk ik. Hier heb je plek voor de grijswater. En cassettetoilet, daar zo. En hier voor schoonwater. Van een dubbeltje, 20 cent. 50 cent, 1 euro en 2 euro stuk. Nou, zo aan de haven. Ook nog niet verkeerd. Maar we hadden voor een andere plekje gekozen. En daar ben ik ook blij om, want dat is toch rustig. Ja. Even kijken bij dat blauwe gebouw, want dat lijkt mij het toiletgebouw. Gea denkt dat ze het toiletgebouw zien, dus gaan we even op onderzoek uit. Kijken of dat daar is. Kijk maar, dat blauwe daar. Sluisdeuren. Ja, dat zijn sluisdeuren. Stalen sluisdeuren. Waar we tussendoor lopen. Nou, de jachthaven weer. Ja, maar dat de zon niet schijnt, hè. Dat is natuurlijk altijd veel mooi. Ja, daar heb je ook iets wat wel op het toiletgebouw lijkt, hè? Ja. Sanitair aanlage. Aan de sportboothaven. Dus dit is het gebouw. Even kijken. Het geopend is. Ja, hé. Hey. Oh, dit toilet ziet er al een stuk beter uit. Een benieuwde toilet. Heel groot. De deur zit op slot. Ah, kijk, maar dan moet je een van de pasje hebben, zie je dat? Dan krijg je een pasje. Een slus. Een soort sleutel, ja, een slus. Die krijg je van de havenmeester, maar ja, die komt vanavond pas. Dus daar heb je hier niks aan. Maar goed, we kunnen in ieder geval naar het toilet, hè, de invalide toilet. En daar heb je die papierfabriek van die andere camperplaats. Zo dicht zit bij elkaar. Zie je die boom? Dat lijkt wel een deur. Ja, hele aparte boom. Nou, wij kiezen voor die andere. Ja. Maar stel dat het daar vol staat, dan kunnen we hier ook wel staan, hè? Of niet?
Ja, er zijn toch 24 plaatsen hier nog. Hè, dus. Ja. En die andere was 50. Dus je hebt 74 plaatsen, als je dan een plekje vindt. 74 hier in deze stad. Ja. Mooi, hè? Voor tientje inclusief stroom. Ja, op beide. Op beide plaatsen. En zo hier en daar zie je dan toch wel mooie geveltjes hier. Het oude raadhuis. Mooie huisjes. En hier een mooi fort, zie je eens. Voor degene die Duits kan lezen, zet hem even op pauze. Dit soort bordjes zie je hier overal in Wenen. Hoe mooi zou het zijn, hè, als de zon zou schijnen. Hè? Ja. Kijk. Broertje. Broertje van Jukkie. Een groene kerstboom verkoop. En wij hebben nou, ik denk 10 minuutjes lopen zo'n beetje. Heb je daar supermarkt Wener en Aldi. En daar nog een bouwmarkt. Dus mooi dichtbij. Dan heb je ook nog het Heimaatsmuseum.